Goedenavond allemaal. Ook vanavond op deze zaterdagavond ben ik weer onder jullie. Mag ik weer bij jullie zijn? Het is een bijzondere zaterdag geweest en hij is nog niet helemaal niet afgelopen. Vanmorgen werd ik wakker en mijn eerste gedachte was een beetje van goh, hoe lang zou ik door moeten gaan met deze livestreamingen? Ik heb mij vaak die vraag gesteld deze ochtend, maar als ik dan weer jullie berichtjes lees, maar ook de persoonlijke berichten krijg via Messenger of via de app, dan bemoedigt het mij toch ook wel weer om door te gaan. Omdat er zoveel troost uitgehaald wordt, hoor ik en mag ik lezen. Beste mensen, er zijn vele emoties bij me langs geweest vandaag. Vanmorgen mocht ik eerst met iemand spreken in Italië, wie al 4 weken in quarantaine zit. En dan mag je door naar livestreaming of beeldbellen, hoe je het ook maar benoemt, naar een Prochiaan wie jarig is. Ook een oudere wie eigenlijk voor zijn eigen gezondheid ook thuis blijft. En meer begrijp ik dat alleen nog een appje te weinig is in deze tijd. Als er nou toch ook eens beeld bij is, dat je iemand anders weer kunt zien in de ogen. Nog niet de fysieke aanraking, maar gewoon kunt zien. Zo ook deze ochtend. Blijheid. En natuurlijk even een lang zal ze leven. En dan mag je ook horen vanaf de blijheid weer naar verdriet. Waar een familielid ontnomen werd door de corona van een Prochiaan. Het zijn allemaal emoties die op zo'n ochtend zijn langsgekomen. En in de afgelopen week mocht ik vaak even over Delderen en Essen heen lopen, om even zelf ook een frisse neus te halen. En vanmiddag reed ik daar naartoe tussen de middag en ik ben ook weer rechtsomkeer gegaan. Want toen denk ik, wat gebeurt er nou? Volgens mij is er gewoon een uitje gepland voor iedereen in de zonnige, onder de zonnige scheppingshemel. Het was druk. Ik heb de keuze gemaakt om dus niet te gaan wandelen. En nog steeds denk ik, God, mensen, wanneer gaan we nadenken? Wanneer beseffen we dat we niet alleen op deze wereld zijn? Dat we met meerdere medemensen samenleven. En van de ene emotie van blijheid, verdriet, van verontwaardiging, mocht ik ook weer een blij gezicht opzetten toen ik vanmorgen een app kreeg en een Prochiaan die zei van ik heb nog 2 pakketten voor je staan, kun je die gebruiken? Voedselpakketten. En natuurlijk, om ze ook weer te kunnen afgeven bij mensen die het hard nodig hebben. Prachtig als mensen warm worden en iets van zichzelf kunnen geven. En ik bijzonder kijkend naar die 7 werken van barmhartigheid, de hongerigen te eten geven en de dorstigen laven. Maar als je dan kijkt naar die emoties, dan denk ik, wat speelt er nu toch allemaal bij de mens? Want we zitten inmiddels volgens mij, ik weet het niet, al wel 2 weken in deze situatie. En hoe langer we in deze situatie verkeren, komt er meer en meer eenzaamheid, hoor ik. Eenzaamheid bij de ouderen wie alleen is, wie zonder contacten zijn. En meer hoor ik dat gewoon, wat ik net ook al vertelde, dat een belletje niet voldoende is. En wie weet kunnen we ook eens in onze buurt rondkijken, nagaan of in je eigen contacten, om niet alleen te bellen, maar ook een kaartje. Of wie weet een bos bloemen. Of een andere manier van nabijheid. Of gewoon livestreaming via beeldtelefoon. O, zo belangrijk. Het zijn van die vormen van nabijheid wat eigenlijk helemaal geen geld kost. Wat gewoon gratis is. En wat heel makkelijk te doen is.
Wat ik de afgelopen week ook al eens een keer heb verteld. Als je rondloopt in je wijk, als die mogelijkheid er wel is, even zwaaien of een duim opsteken. Of momenteel wat helemaal een hype is bij de kinderen, de beren tellen in de wijk. Iets anders is dat ik de afgelopen 2 dagen ook steeds een melding kreeg van een YouTube-kanaal. Wij zijn als pastoorsteam en met een parochiaan heel druk bezig om de Goede Week, in ieder geval de Goede Week, met live beelden onze vieringen te laten zien via een YouTube-kanaal. We zijn in een vergevorderd stadium, zodat we misschien volgende week toch ook een keer kunnen proefdraaien met een door de weekse viering. Ik kan jullie in ieder geval wel meenemen naar dat YouTube-kanaal. Dat is RK Twente Zuid. Zoek het eens op je YouTube-kanaal. Je kunt je abonneren en dan krijg je vanzelf een melding wanneer die online gaat. Hij komt eraan. Er is een vrijwilliger, een parochiaan, ontzettend druk mee. De puntjes op de i, omdat het geluid nog niet helemaal voldoende was. In ieder geval, de persoon is met 2 of 3 camera's daarmee bezig. En we weten dat het er heel snel aankomt. Prachtig dat dat ook mogelijk is. Waar ik mij ook mee bezig ben gehouden in de afgelopen dagen, is die werkgroepen, die diaconale werkgroepen, kijkend naar mezelf, omdat ik die diaconie mag behartigen. En ik werk heel vaak met appgroepen en vooral met die jongeren. En de jongeren die zijn momenteel druk bezig om te zoeken hoe we met een livestreaming bij elkaar kunnen komen aankomende week. En gaan dan verschillende programma's via de app. Maar als ik de apps zo lees, dan gaan we van de week met beide M25 groepen live elkaar ontmoeten. Voor mij ook weer een bijzondere manier om op die manier bij elkaar te komen. Eerst maar eens aan elkaar vragen hoe het gaat. Ook met de jongeren. Maar hoe gaat het eigenlijk met jullie? Met jou? Met je naasten? Misschien is dat wel de belangrijkste vraag. En als je twijfelt, kijk dan nog eens een keer weer naar die beelden van gisteravond, Rubi et Orbi. Een prachtig meditatieve gebedsviering. Met woorden die mij raakten. Maar ik bijzonder ook de zegen. Met het wereldse erbij in rondom. Een signaal van nood. Het zijn misschien wel die momenten die ons even kunnen meenemen. Door dat moment dat wij denken, oh, was het maar voorbij. En dan zie ik vandaag allemaal die grappige teksten langskomen dat we vannacht in ieder geval 1 uur korter mogen slapen. Het uur mag vooruit. En dan zie ik teksten langskomen van, nou, hij mag voor mij wel 3 maanden achteruit of 3 maanden vooruit. Maar ook dat hebben wij niet te zeggen. Wel in ieder geval dat we mogen blijven hopen. En ik heb daar voor jullie weer een tekst meegenomen. Een tekst van hoop. De weg van de hoop. Diep in onszelf dragen we hoop. En als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien. Het is een gerichtheid van de geest. Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe, krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde, omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is. Niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop en het resultaat. En u mag zelf weten of bedenken van wie dit gedicht,
dit verhaal is. Ik lees het graag straks weer onder mijn berichten. Beste mensen, ook vanavond wil ik weer licht ontsteken. Licht dat vele mensen of we allen zo nodig hebben. Licht voor al onze intenties. Dat wat leeft in ons hart met een ander eigenlijk helemaal niet kan verwoorden. Licht voor die vele doden in het Brabantse dorpje Boekel. En inmiddels hier in Borne ook. Twee medemensen. Maar ook licht voor die oom, die afgelopen nacht ook naar die eeuwige God is gegaan. Ook rondom corona. Dat al deze familieleden van deze lieve overledenen gesterkt mogen worden door licht. Door troostende woorden. Door nabijheid van de ander. Op wat voor manier dan ook. Denken wij ook aan al die ouderen. Wie hun kinderen, kleinkinderen en familieleden niet kunnen ontvangen in verband met de veiligheid rondom de besmetting. Dat ook zij kracht mogen ervaren in het uithouden. Het uithouden van het fysieke contact. Dat ook zij kracht mogen ervaren van die eeuwige God. En nemen we in onze gedachten ook mee allen die weer keihard voor ons werken. De verzorgenden in de ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, hospice en in de thuiszorg. De huishoudelijke hulpen die soms ook voor moeilijke keuzes komen te staan. De brandweerhelden. De vrachtwagenchauffeurs, de vakkenvullers, de docenten, de directeuren van scholen, en ook in het bijzonder onze jarigen, vandaag, dat zij op de een of andere manier hun feest toch ook mogen vieren. En laten we ook stil zijn voor onze eigen intenties, dat wat leeft in ons hart en een ander voor ons niet kan verwoorden. En met onze gebeden dat wat uitgesproken is, dat wat leeft in ons hart, omdat wij weten dat Gij onze gebeden hoort, zo mogen we onze gebeden verenigen in dat ene gebed wat we in de afgelopen week steeds weer uitgesproken hebben. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gij die het sprakeloze bidden hoort, doe lichtend over ons uw naam. Weet dat Hij ons sprakeloze bidden hoort.
omdat we niet altijd in deze tijden de woorden kunnen vinden. Wat leeft in ons hart? Hij weet het, hij hoort het en kent ons. Lieve allemaal, ik wens jullie allen een hele goede zaterdagavond. Morgen vroeg de Eucharistieviering op, dacht ik, NPO 2 om 10 uur, met daarvoor een geloofsgesprek om 9:15. En morgenavond, we zien elkaar weer. Vrede en alle goeds, en carpe diem.